Kai Velda, het begon allemaal zo mooi vanmiddag. Ja, we begonnen goed aan de wedstrijd. We zaten er gelijk goed op met z'n allen. En kreeg gelijk een panel. Nou, die schiet Kavak goed binnen. Dan begin je gewoon goed aan de wedstrijd met z'n allen. En dan zie je dat hun eigenlijk uit het niets een goal scoren. Met wat invloed van de scheids. En ja, dat verandert eigenlijk de hele wedstrijd. Die invloed van de scheids, waar doe je dan op? Nou, bepaalde momenten met kaarten. Maar goed, dat wisten we ook van tevoren. En daar, hoezo van tevoren? Nou, dat is toch een bepaald iemand waar je gewoon, als je een overtreding maakt, gewoon niks moet zeggen en gewoon door moet voetballen. Maar goed, zo zie je maar weer met de tegenstander ook die daar goed op inspeelt. Dat ze een paar momenten ons eruit lokken. En als wij daar dan te happig op zijn, dan zie je dat die kaarten snel wordt gegeven. En ja, uiteindelijk krijg je dan een rode kaart en ja, dan moet je met 10 man verder. En het is ook gewoon zonde dat je net voor rust die 1-1 krijgt. En als je gewoon met 1-0 de rust ingaat, dan heb je het gewoon goed gedaan. Ja, maar bal wegtrappen is niet echt slim, hè, waardoor je een gele kaart krijgt. Nee, maar goed, dat gebeurt wel eens vaker in voetbal. En helaas is dat zo. Alleen, dan moet je toch voor zorgen dat we de rug recht en gewoon door blijven gaan. En ons niet laten intimideren. En ja, dan zie je dat klein moment dan dodelijk kan zijn voor rust. Heb je de situatie met Rens van Wentem kunnen zien? Werd daar een overtreding gemaakt waardoor een tweede gele kaart is? En stel dat het een overtreding is en een gele kaart, is niet echt slim als je weet dat je even daarvoor een gele kaart gaat voor de bal wegtrappen? Ja, als je kijkt hoe hard Rens werkt, gewoon de eerste helft, die gaat van links naar rechts en die probeert ballen vast te houden en alles onder druk te zetten daarachterin. Ja, dat doet hij gewoon goed. En de eerste gele kaart was gewoon verdiend. Hij trapt de bal weg, dat hoort erbij dan. En de tweede was een overtreding, maar geen gele kaart. Ik stond bij de scheids. En op appel eigenlijk van de tegenstander langs de kant geven ze die tweede gele kaart. Ja, dat is gewoon zonde. Dus, maar goed, dat is gewoon een leer, zeg maar, hoe je daarmee om moet gaan. En daar moeten we mee om leren gaan. En verder dat oppakken in de wedstrijd. En ja, als je ziet hoe dan de tweede helft, zeg maar, wij met 10 man gewoon alles geven en proberen die aansluitingstreff te maken. Is dat een compliment voor het team. Alleen, het is gewoon zonde dat het dan uiteindelijk nog 3-1 wordt. En ja, dan maken we nog goed 3-2. Alleen, ja, dan moet je net geluk hebben dat je nog die 3-3 maakt. Maar goed, zuur. De kop erbij houden is misschien ook wel een belangrijk iets wat je uit deze wedstrijd kunt gaan halen. Nou, als het dan niet mee zit en de leiding is dan niet goed dat je in ieder geval zelf de kop erbij houdt? Ja, daar heb je zeker gelijk in. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Ja, alleen soms komt temperament gewoon, zeker als geen Muiden zijn, gewoon als team naar boven. En ja, we komen elke keer voor elkaar op. En dat het dan zo loopt, dat is gewoon balen. Maar goed, we hebben in ieder geval hard gevochten met elkaar. En helaas dat we deze wedstrijd niet hebben om kunnen draaien. Tot slot, je verliest niet alleen vandaag van HZVV, maar je verliest ook twee spelers richting volgende week. Een hele belangrijke wedstrijd daar in Assen. Ja, klopt. Alleen zijn er ook weer andere jongens die dat zo goed mogelijk proberen in te vullen. En ja, daar zullen we het van de week over hebben hoe we dat gaan doen. Dus we moeten gewoon ons pakken en weer met z'n allen voor gaan staan volgende week tegen HZVV. Dankjewel. Top, dankjewel.